Dan verlies je met 2-1. Gaan we die wedstrijd analyseren. Ben je er al over uit waarom het in deze eindstand is geëindigd? Ik denk dat wij willen hebben gespeeld zoals we willen spelen. Agressief, een aantal keer goed op de counter eruit. Wel een aantal mooie aanvallen. Kijk, Heerenveen is gewoon een club in de top van de Eredivisie op dit moment. Dat vind ik, als je zo speelt, is dat niet verkeerd. Ik denk dat je qua kansen minimaal hetzelfde hebt afgedwongen. En ik denk zelfs wel meer. Alleen het gaat dan wel op rendement. En ik denk dat we uiteindelijk verliezen door de individuele kwaliteit van de tegenstander. Een vrije trap die prachtig binnengaat. En een afstandsschot die van 1,25 meter binnenvalt in de hoek. Ja, terwijl je daar zelf wel het een en ander tegenover zet. Ze hebben daarna nog één kopkans gehad, maar daar bleef het eigenlijk wel bij. Alleen wij hebben ook die kans gehad, alleen niet verzilverd. Stan, kwaliteitsverschil. Ja, wat Heerenveen een aantal hele goede spelers heeft. Is dat dan het verschil vanavond? Nou, ik moet zeggen, kijk, Heerenveen heeft natuurlijk een goed veldspel. En daar hebben we een aantal keer wel moeite mee gehad. Maar we hebben zelf ook aanvallend zeker wat mooie dingen laten zien. Ja, misschien is het dan een stukje kwaliteit. Hè? Dat je, als je een Schaars aan de ploeg hebt en een Kobayashi die van afstand goed kunnen aanleggen. Ja, dat zorgt nou wel voor dat ze 3 punten hebben bij 0. Je gaf het wel terecht aan, vond ik. Jullie speelden best wel een aardige wedstrijd. En ja, is dit nu ook de wijze waarop jullie de komende weken aan willen pakken? Is dit de tactiek? Is dit nu de basis die jullie voor ogen hebben? Ja, wel. Ik bedoel, we zijn vanaf Roda naar ADO hebben we echt samen gezeten. Dat we gewoon veel meer lef moeten tonen tijdens wedstrijden. Dingen die we op de training goed doen, die zagen we in de wedstrijd te weinig terug. Of in ieder geval bij fases van wedstrijden wel. Maar over een hele wedstrijd gezien vonden we het te weinig. Hebben we eerlijk tegen elkaar gezegd. Ik denk dat bij Roda een goed antwoord van de groep is geweest. Die bekerwedstrijd hebben we op die manier gespeeld. Waarin we misschien wel 15 kansen bij elkaar voetballen. En vandaag creëer je weer meer kansen dan de tegenstander. Alleen, net wat je zegt, dit is een goede ploeg. Maar het belooft aan de ene kant wel veel. Hoewel, als je met lege handen staat, dan heb je er niet zoveel aan. Nee, dat zijn we blijven natuurlijk ook heel duidelijk. Zes gespeeld, 3 punten, maar toch na een lekkere week. Roda gewonnen in de beker door. Maakt dat deze week dan weer minder, deze nederlaag? Of zeg jij van, we zitten wel duidelijk in een traject op een goede weg? Ja, ik heb niet zo heel veel met trajecten. Want uiteindelijk gaat het gewoon om punten. En hoe minder punten je hebt, hoe belangrijker de volgende wedstrijden gaan worden. Nou, ik vind dat we bij Roda hebben kunnen laten zien hoe we daar als team mee omgaan. Met hele belangrijke wedstrijden. We hebben nu PSV, dan is Interland weekend. En dan heb je weer een heel belangrijke periode. Ik denk als je op deze manier blijft voetballen thuis en uit zoals tegen Roda. Dan ga je punten halen. Dus dat maakt het op dit moment misschien iets draaglijker. Maar dat je met lege handen staat, dat is gewoon heel zuur. Dan volgende week maar stunt in Eindhoven, toch? Zeg nooit nooit. We geloven in ieder geval met z'n allen in deze tactiek. Ik denk dat je dat ook van ons afstraalt. Alleen je moet jezelf belonen, want anders krijg je een zwaar seizoen.